echt lijm. Het is in ieder geval goed dicht. En dat betekent dat het nieuw is. Dat is ook anders in tegenstelling tot die. Maak dat nou niet kapot. Ja. Recycle. Wat ik eigenlijk laat doen, maar zeven hier. Dit koppen. Wat een lepel honden zit er weer. We hebben een Corsa karton. Hey, een doos. Ja. Hey, u! Plankje? Ja, plankje. Vrouwenzadel. En... Kijk, wat een bende. Oh, wat een unit. Kijk, wat een mooi ding, hé. Oh, dit is wel een ruig cadeautje, man. Ja, wat een machine. Dit is het stuur, denk ik, ja. Ja, moet die remschijven zien. Mooi. Net ja, hoor. Fucking leeg. Oh, kijk. Dit. Ja. Luchtdruk wisselsysteem. Ja. Met... Zo'n ding. Kun je dit zadel van die hier opzetten? Wat dan? Dit is niet zo... oma's haal, dat is mooi. Dit is gewoon een bankstel. Beter voor de konten. Ja. Oh, yes. 70% van de giraf van de homo is. Wat? 70% van de giraf van de homo. Hoezo dat dan? Ja, gewoon, te veel mannetjes en te weinig vrouwtjes. En was die deus? Die deus? Die is hier, op de tafel. Kerel! En een schroevendraaier! Oh, moet maar kijken, allemaal bultjes. Hey. Oh, nee. Is dat extra? Oh, dit is de lamp. Lamp? Oi, oi, oi. Gewoon een camera. Dat ik mijn camera heel gek. Hier, kump aan. Dit is trouwens wel echt mega onpraktisch. Waarom zit hier niet een bagagedrager in plaats van een plank? Dat is wel knetterscheef. Oh, nou, nog niet meer. Waarom wil dit niet? Nee, niet lief verrast. Ik wil er niet in, of? Hé? Moet je niet aan de andere kant? Probeer het voor de grap eens. Ah, ja, dat denk ik wel. Oh, is gewoon de andere kant op. Domme. Hier. Oh, zie. Wow! En de vuil erin je. Ik oh ja, trouwens. Ik wil gewoon de hardheid van de voorbereiding instellen. Ja? ABS. ABS? Nee, maar dat is toch niet zulke ABS? Nou, dat weet ik niet. Waar zit dat zo scheef dan? Boeren gaan dingen krijgen. Serieus, hagel? Oh, lekker! Dan. Oh. Mooi, met dubbele mount. Ja, hoe is de borg mooi? Wat voor ding? Borgmoeren. Ja, alles heeft zijn daar. Nee, ja, ik denk een toetel. Wat? Een toetel? Ja, hier zit een toeterknop. Als er echt een toeter in zit, dan is het de beste fiets wat ik ooit heb gehad. Wil jij een lul zeggen? Oh, user manual. Hey. Ja, dat is dan denk ik de laaier. Wow. Ja, zelfs dit ziet er chic uit. Maar die accu niet even aan de lader doen. Hé, hey, dat is een goeie. Ja, kan lastig denk ik. Of kan niet eruit. Ja, die kan er wel uit, hier. Gaat sleutel aan. Wow. Nee toch. Joh. Dit is voor mij precies dezelfde accu als die andere. Nee. Die waar. Oh, hij is echt bijna vol. Echt? Oh, ideaal. Ja, dat is een 50 volt accu. 50? Ja. Oh, hij zit wel heel mooi weggewerkt. Hoeveel bar moet hij in? Een stuk of meer. Moet je een rem nog begeleiden? Of? Oh, die rem zit al, maar die ging. Ja, wat dat pas minder goed als ik had gehoord. Nee, moet. Oh! Oh, dat is mooi. Wat dat aan? Hier zit het. Oh, wacht, daar bent die L-brek gespeeld. Ja, kerstmin, slim. Je bent toch niet stiekem fietsenmaker, of wat? Dit denk ik een goed zit, hè? Oh, dit is met wiel, ja. Hier, ik heb hier L-brek. Die moet wel, denk ik. Wat voor bol moet dat? Ja, dat is veel te groot. Dit is te groot. Dat is allemaal te groot. Ik denk dit. Ja, dat denk ik ook. Wordt die lamp hier dan, of wat? Ja, dat denk ik. En dan op het spatbord. Op het spatbord? Hij moet hier, zegt hij. Oh, ja, dan doe dat maar. Wat zit hier nog wel los in dan? Dat is volgens mij om echt heel de voorvak los te halen, hoeft toch niet? Nee, maar dan zit het nog niet vast. Oh. Mooi. Oh, hier, lam. Hier, zit echt een, hier heb je een hele andere lam. Ja, ik heb het idee. Wel... Nee, u. Moet kijken. Lampske? Lekker een beetje Wally. Extra remschoentjes. Dat is echt bizar. Kijk, dit dubje moet ze daar bovenin. Dat doe ik lekker niet. Nah. Oh, alweer. Ja. Ja, je mag het toch gewoon. Oh, toch wel. Ja, wacht even. Doei. Hallo. Hallo. Hoi. Hallo. Er zit gewoon een toeter op. Doe dat nog eens. Kiel, het beste bak ligt ook nog, of niet? Je moet kijken, achter op de muur. Ik schrijf wel al de bassen door. Ja, dat is echt heel fel. Moet niet kijken. Ho, ho. Achterspaardbord moet vast. Ja, we zitten
een druiper in. Heb ik niet gepikt. Wat dan? Oh, in de verf? Ja. Is dat gewoon een puntje van aandacht gevonden? Ja, er is een druiper in de verf. Kom maar. Oh, toch niet. Zitten? Ah, je raakt de band nog niet, wel. Nee, dit is wel beter. Oké, ik weet niet of ik een lijstje heb met dingen die ik moet zeggen. Fiets, yo. Fiets, yo. Moet je even de aanknop in halen? Hoe lang? Ja, dat de hello zegt. Hier. Oh. Nou, ik probeer even wat dingen. Oh, wat is dat, handgas? Ja, dit is handgas. Kiel. Dat is loopstand trouwens. Waarom maak je allebei een druk? Maak die screenshot. Yo! Unit, starter mode, reset trip, free mode, safe mode. Nee, ik wil... Free mode, dan gaat die extra hard. Er zit gewoon een hele computer in. Geen bladzijde. Waarom is dat afgeplakt? Zit er van een folie? Dit is de anti-jat of zo? Dus witte? Ja, haal hem eens voor het licht, je kunt het zien. Zit ook wat op. Wat dan? Ja, er zit tekst op. Op die kant? Ja. Dit is een fiets voor de Nederlandse markt, hè. Die dingen mogen maar 25. Oh, dan plak ze gewoon alles wat niet mag af met een sticker. Ja, joh. Wat? Wat is het? Kun je lezen? Technische shit. Snelheidslimiet. Pas de maximale snelheid van de fiets aan. Technische instelling moet je hebben. Kom maar op. Nu wil ik hem aan. Maar gewoon test hem eerst en hoe het er nou is en dan het verschil. Druk op alles tegelijk. Lamp en pijltjes. Drie tegelijk. Inhouden. Ja! Oh. Yeah! Speed limit! Ja. Nick? Met de lampknop. 25. Oh. Ja! Dat kan nooit! Ja, gewoon, nee, dat klopt niet. Nee, blijf maar pompen, maakt niet uit. 80. Jagen met dat ding. Oh! Hou alleen het veld. Is hem daar? Ja, daar is hem. Kerst al steeds sneller dan een boom van mij. Dat ding gaat uit! Wat voor de domme! What the fuck? 40! Ja, ik moet dat ding op kenteken zetten. Nee. Naar je niveaus in Rafa, want er staat een rollenbak voor dingen. 42? Vier, 66, 67. Langer. Langer. Oh, hello. Hello. Goedemiddag. Hoeveel snelheid hij gehaald? 43. Oh, nou goed. We gaan even een natuurgebied opzoeken of zoiets. Dan staan we weer bij de poort. Ze hebben hem wel op slot gedaan. Maar dat maakt niet uit, dan komen we wel langs. Als je zeg maar uitrolt en je remt zelf niet, maar je stopt met trappen, dan laat hij bij. Net als een elektrische auto. Oh. Dat is echt ziek, jongen. En waar kun je deze kopen toevallig? Dat zou ik eigenlijk echt niet weten. Oh, ja. Oh. Kut. Dit is nog erger dan de vorige keer. Ik kom niet verder. Oh. Ja. Dat kostte nog moeite. Oh, gek. Mijn zadel zit los. Hij heeft het in ieder geval gehaald. Off-road standaard. Wauw. Staat dat erop? Ja. Oké, dan kun je gelijk de remmen testen. Oh, ja. Oh, die is... Ja, ik waai bijna van de bul af, man. Oh. Zo, dat is zand. Je hebt ergens een gek, jongen. Ja, je moet gang houden. Huh, waar gaat hij heen? Oh, hè? Huh? Waar kom jij ineens vandaan? Oh, ik moet straks nog even hoi zeggen tegen de geiten. Die heb ik de vorige keer ook... Miauw! Die kerel die ziet ons, die denkt dat, yo. Ja, even toeter. Lijp, hè? What the fuck? Oh, die kut Duitsers die dan over de weg fietsen, dan ga je achter houden. Ah, die zijt. Ja, die zijt er weer. Heb je een vieze fout op? Oh, godverdomme gek. Hè? Nee! Ik had hem bijna, jongen. Wacht even, kom eraan, hoor. Wat is die aan het doen, joh? Oh, die kerel. We moeten eerst even langs de schapen. Die heb ik al heel lang niet meer gezien. Oh, die is wel heel stijl. Holy fuck! Oh, dat was echt eng. En het zadel zit nog los. Ik heb slecht nieuws. Ze zijn gewoon afmeld. Ik zag een knoppels. Zou er nog wat in zitten? Hij is leeg. Doe even als ze verloppen. Oh ja. Jongens, dit is niet normaal. Nee, ik was even bezig met deze opruimen. Want dit kan natuurlijk niet. Alle kinderen die kijken, je moet niet de natuur zo vervuilen. Want hierdoor gaan alle eenden dood. Ja. Oké. Okay. Ja, ik kan weer uitstaan. Okay, kunnen we ik kan weer uitstaan. Laat maar zo. Ja. Fuck dat, joh. Hey, joh! Ik wil niet bunken!
Zitten er nog joden in? Is daar iemand zo houden? Oh, het zit vast. Hallo? Maar ik denk dat ze slapen. Ik hoor wel geschreeuw alsof er... Ja. Oh, geef ons eten. Oh, is de oorlog al voorbij? Oh, weet ik niet. See you on the other side. Oh, wat zit je tussen? Oh, oh, kut, nee, chicken. Ja, ik ga dat niet springen, vriend. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Rechtdoor. Blijf ondersteunen. Ik. Alright. Oh. Hey! Oké, dat was best een lijp stukje daar ergens. Hey, dat was niet de bedoeling. Wow, je mag zelf kiezen. Kombocht. Wauw, kombocht. Oh, gek. Oh ja, die is hij. Oh, mijn zak. Oh, af met het. Oh. Ik heb het idee dat deze iets minder wendbaar is als met van die dunne banden. Want het stuurt dat echt heel. Oh, oh! Also, dit is mijn nieuwe huis voor nu. Oh, daar zat ik net. Oké, we gaan weer verder. Hier, nog meer overrood. Of een molshoop. Oh, dat trekt hij niet. Ik heb ook al mijn shit in mijn broekzak. Oh ja, misschien is het handig als ik val, hè? Ja. Als ik val. Wel die telefoon, want dan kunnen we 112 bellen. Als je dood bent, roep maar een keer. Portefeuille ook, denk ik. Dat is wel handig. En vertel hoeveel het is. Vlieg in mijn neus. Oh, ik zie dat jij nu ook af. Wie zet daar nou zo'n houten ding? Ik denk dat het hele concept van die ondersteuning hierbij eigenlijk niet echt nodig is. Waar is dit ding dan voor bedoeld? Het is gewoon overal bike. Van mensen die van mountainbiken houden, maar die gewoon knetter dik en lui zijn. Is schuld, ik ben twee van die drie dingen. Prijs gemaakt met die mountainbikers. Oh, en wat zeiden ze? Die vond het een mooie fiets. We zijn hier in een grote drekpad beland. Ik heb even een andere broek aangetrekt, want... Wow, een klein beetje, een beetje de murder uitproberen. Weet je wat voor broek, sportbroek ik heb? Weet je wat voor merk? Het is een merk Jacco. Echt? Ja. Misschien moet jij die ook aanschaffen. Oei, oei, oei. Je hebt toch niks geen controle over zo'n ding, jongen? Doortrap. Grote probleem. Ik zit vast. Kom, elektriek. Standje 5. Oh ja. Nee, hier red ik me wel. Deze ga ik langzaam doen. Hier jongen, easy. Hier, dit is een mooie gleuf. Ik leef nog. Eigenlijk gaat dat best goed. Ja? Maar je moet geen plassen zo diep als een sloot daarheen willen. Zou dit weiland? Wacht, ik ga eens iets proberen. Hier. Oh, dit is echt heel diep. Als ik gewoon langs je kant ga, dan kan ik dit overleven. Ah, dat gaat mijn leven. Ik ben dood. Mijn voet is afgeschreven, hij is nat. Sebas, ik moet met blote voeten naar huis rijden, denk ik. Wat? Hoe kiekerhek? Oh, nee. Oh. Moet kijken hoeveel water die verplaatst. Kijk, dit gaat echt tering mooi. Dat kan ik nog wel een paar uurtjes doen. Hé, hey, hier is droog. Dan kunnen we de 40 ook wel halen. Ah, godverdamme. Oh, ik ben zeiknat. Dat gaat echt verdacht makkelijk. Deze banden zijn gemaakt voor moerasschampen. Ik wil naar huis toe, mijn voeten zijn zeikernat. Hé, hey, heb je een vogelhuisje? Is dat van ons? Ik kan nooit eerder zien, dat denk ik. Nee, ik ook niet. Ik denk er wel langer, dat weet ik zeker. Een beetje verlaten. Net als een huis in Detroit.